Hallo iedereen, welkom bij Valheim. Ik wou dit spel al een hele lange tijd geleden eens willen spelen, maar het is er tot nu toe nog niet van gekomen. Maar aangezien ik vandaag een vrije dag heb, laten we gewoon dit spel even verkennen. Ik zie er enorm hard naar uit om dit spel een serie van te kunnen gaan maken. We zien wel hoe ver we daarmee gaan geraken. Maar desalniettemin, laten we het spel starten. Oké, laten we even een nieuw karakter maken. Een male of female kiezen, dus gewoon male pakken, te maar staan. Dus kijken welke haartypes dat we kunnen nemen. Een beetje verdraaien, ja. Dat is wel cool. Zo, dat lijkt me wel cool voor haar. En qua baard gaan we zien. Mag wel een lange baard zijn. Dit lijkt me eigenlijk wel een leuk ontwerp. Oké, okay, we gaan ook even een nieuwe wereld maken. Oké, okay, we zijn begonnen. Gewoon een kleine karakter maken, een nieuwe wereld. En dat is alles wat we moeten doen. Laten we er gewoon weg in vliegen. Long ago, the Allfather Odin united the worlds. He threw down his foes and cast them into the tenth world, then split the bonds that held them in prison to the world tree and left it to drift unanchored. A place of exiles. For centuries, this world slumbered uneasily, but it did not die. As glacial ages passed, kingdoms rose and fell out of sight of the gods. When Odin heard his enemies were growing once again in strength, he looked to Midgard and sent his Valkyries to the battlefields for the greatest of their warriors, that to the world that would be born again in Valheim. Oké, dus ik ben een van die Valkyries waarschijnlijk dan. Of nee, dat is een Valkyrie. Oh. Ik ben dan de warrior. Ja, ja, ja. Heel mooi. We vliegen erin. Echt waar. Het is een regenachtige dag, maar dat is passend voor survival games. Waarom ook niet? Ik heb vandaag een vrije dag, dus heel mooi. Oeh, zoveel bossen hoor. Als dat maar goed komt. Ah ja, ja, hier. I bring tidings. Oké, okay. Wat heb jij te vertellen? Welcome to the 10th world, warrior. I am Hugin, sent here to guide you in your travels. The megalites surrounding you are the sacrificial stones. They represent the Forsaken, which you must slay in order to ascend to Valhalla. Oké, okay, dus dat wil zeggen dat wij aan deze haken hier allemaal... Dat deed mij heel hard verschieten. Dat ging al goed. Well met. Laten we even verder spreken. De stone is Vegisvir. These magical stones were scattered throughout the lands by Odin as signposts pointing towards the ritual grounds of the Forsaken. If inspected closer, this one will reveal the summoning place of Ikitir, your first prey. He's a mighty beast, so you need to properly arm yourself before even attempting to defeat him. Oké, dat gaan we dan waarschijnlijk tijdens deze aflevering doen. We zien dat we... Ja. Dat is een map. En dat is... Ekitir. Oké, dat is die kant op. Dus op zich precies niet zo ver als ik de map zo was zie. Oh, dat valt heel goed mee. Oké, dankjewel. Oké, dan gaan we het land even verkennen, vermoed ik, hè. Dat zie ik wel zitten. Oké, we starten eigenlijk bij progressie 0. We hebben op dit moment niets. Maar dat kan geen kwaad. We gaan zien dat we dat skill improved run. Lekker gemakkelijk. Oké, dat kunnen we oppakken precies. Planken. Oeh, mijn nieuwe dingen te craften. Heel goed. Dat is een zwijn. Ik weet niet hoeveel damage dat die dingen doen. I bring tidings. Oh, steen. Oh, oh, oh. Nope, nope, nope. Wacht, ik heb een fakkel, hè. Kom. Ik kan hem in brand zetten. Oké, oké, oké. Is goed. Ah, hij is er al aan. Oh, zo moeilijk zijn die dingen niet. New material, resin. Kan ik torches craften? Oké, heel goed.
Take stock of your inventory. Most items must be crafted. However, due to your recent departure from Midgard, you have to recall true shape of objects. Just pick things up and it will all come back to you, I'm sure. My lesser brother Munin tells me one can fashion a stone axe out of wood and stone. Ooh, heel goed. Zo, we hebben hout en steen nodig en dan kunnen we een axe-bingen maken. Dus dat is ook steen. Een zwijn. Kom hier. Oké, ik ben al een top skill, maar ja, ik heb op dit moment geen skills in het spel, dus... Wel gemakkelijk. Oké, ik zie er wel wat stenen liggen. Oh. Die zijn wel makkelijk te verslagen, hè. Ja, goed zo. Ik denk dat ik eigenlijk... waar is de map? Ah, hier. Misschien best eens naar de kust gaan. Want ik heb eigenlijk een tip gekregen om een beter gebouw aan de kust te zetten. En dat is eigenlijk die kant op gaan. Oké. Ondertussen proberen hout en steen te verzamelen als we kunnen. Dan kan ik al een axe maken. Ik heb nog een beetje meer hout nodig. Oeh, eten. Is dat eten? Ja. Ja. Hier. I bring tidings. A tasty morsel. You have found a snack, consume it and improve your health and stamina. Be aware that before long you will grow hungry again, so try to always have at least a couple of different meals ready. Dus we moeten het eten meepakken, want je kunt heel makkelijk honger krijgen. Oké. Er liggen wel wat takken. En wat stenen. Ik kan die allemaal oprapen, want ik heb nog geen bijl. Oké, kunnen we een eentje craften? Stone axe craft. Oké, heel goed. Kunnen we nu in nummer 2. Kunnen wij deze boom hakken? Ja, heel goed. Oh. Dat is zo'n grayling. Ideaal. Oh, dat ging gemakkelijk. Ze moeten onze wapens zien te verbeteren, hè. Ik hoor hier allemaal geritsel in die bosjes. Ik weet niet wat dat is. Oh, oh. Als ze... Ja, ik heb gezien bij iemand dat dat je kan doden als je er vlak onder staat. Wat ook wel een beetje logisch is. Maar als ik daar zoveel moet doen voor wat hout. Amai. Dingen die blijven zelf niet liggen. Ah, eindelijk. Heel goed. Ik heb ook birch seeds gevonden. Werken, ik kan opnieuw bomen planten als ik een boom omhak. Oké, okay, heel gemakkelijk. Oké, okay, we zijn halverwege naar de kust. Laten we gewoon even verder gaan naar de kust. Maar ik had hier nog iets gezien, dacht ik. Hè? Ah, juist. Deze steen. Er stond zo'n eenzame steen, maar... Give thanks to Frey for the rain and sun, for the... Shots that break the earth skin and the fruits of the vine. Give thanks to Odin for the flesh and bone, the smoke from the cooking fire, the warm pelt and strength of your arm. Dat geeft wel informatie, waarom, geen idee, maar hier is wel veel eten, wauw. Wel, zoals hij zei, dat we het wel moeten meepakken. Oké, we zijn bijna aan de kust. Zullen we daar eens zien of we daar een kampement kunnen bouwen? Iets dergelijks. Oké, dit is wel een mooi plaatje om te bouwen. Je hebt hier zo water rondom. Hier is redelijk veel eten. Dat is echt heel veel eten. Oké, hier zie ik me wel een kampementje bouwen. Oeh, er staat al een huis. Ik hoor hier iets. Wat zijn dat? Kikkers? Geen idee wat die dingen doen. Wat is hierin? Well, we hebben hier een huis. Het is nogal klein.
Er zijn redelijk veel dieren. Oké, ik denk dat ik hier wel een kampement ga maken. Lijkt me wel interessant. Dan moeten we hier wel een beetje die struiken wegdoen. En de bomen. Gaat een tijdje duren, maar ja. Niet uit. Oh. Oeh, blijf vasthangen in de andere. Oh! Wou mij gewoon aanvallen, zeg. Ze weet dat ik een kampement moet beginnen maken, want die dingen die gaan blijven komen, denk ik. Ja, laten we deze boom even kapot doen. Oh, gepast. Oké, dat is wel gevaarlijk, hè. Oeh, wel gemakkelijk ook. Die boom kan eigenlijk gewoon de rest allemaal kapot doen. Dat is wel gemakkelijk. Oeh, ik zit zonder bijl terug. Die is kapot. Kan ik die herstellen? Ik denk dat ik daar een workbench voor ga nodig hebben of zo. Zo gaat het wel gemakkelijk hoor. Laat zien dat je twee of drie dingen tegelijkertijd kan raken. Gaat wel een groot onderdeel zijn van het spel als we iets willen bouwen. Omdat we heel veel hout gaan moeten verzamelen. Maar daar heb ik geen probleem mee. Later gaat dat wel gemakkelijker zijn als de skillset wat geïmproved zijn. Oké, we hebben nu wel redelijk wat hout. Ik denk dat we eens moeten zien hoe dat we kunnen bouwen. Lijkt me eens interessant om aan te beginnen, want ik weet niet wat hier dag- en nachtcyclus is. Ik vermoed het wel. Oeh, dat is wel mooi. Dat is die levensboom waarover dat ze spraken. Wauw. Life tree. Oké. Hoe bouwen we? Dat is de vraag. Waarschijnlijk mijn hamer nog craften. Oh, een club craften. Oeh. Hill warrior. You have crafted a hammer. With this tool you will raise mighty halls and towering fortifications. Start with building a workbench. This will turn enable you to construct other things. Oeh, oké. Eerst een workbench zetten. Als ik me niet vergis, moet ik een workbench ergens onder een dakje zetten of zo. Dus ik ga dat misschien anders best in dit gebouw doen. Zien of we dat hier kunnen inplaatsen. Voilà, die staat. Hey, vogeltje komt ook even dag zeggen. Hail warrior. You have built a workbench. The workbench will allow you to craft complex items, as well giving you access to a lot of building pieces to construct with a hammer. Ik denk dat ik hier wel eens nog een dakje moet opzetten op dat gebouw. Het bouwen zelf gaat niet zo snel als andere games, maar ja, oké. Maakt niet, op zich niet echt uit. You feel cold. Misschien moeten we een kampvuurtje maken of zo. Een torch. Een kampvuurtje. Ah, dat is beter. In ieder geval, ik nu nog kou voel. Hey, wat is dat hier? Wat wil dat nog zeggen? Be aware of the weather when your temperature drops at night. If you are wet, you will suffer from being cold. This reduces your stamina regenerations. Seeking shelter by an open flame is your best option when this happens. Oké, dus dan moet ik gewoon even bij vuurtjes staan. Daar had ik al gedacht. Dat we een keer zien wat we hier nog kunnen maken. Resting. Als ik hier binnen ben, dan komt er resting op. Oké. You feel rested. Comfort 3. Oké, perfect. Maar als ik hier binnen ga, bij een vuurtje staan, ik heb shelter, dan gaat dat naar 10 minuten. Ik kan dat helemaal rechtsbovenaan zien. En als ik terug naar buiten ga, dan begint die teller eigenlijk af te tellen. Oké, welke zaken kunnen we nu nog maken? Misschien moet ik anders even een chest maken. Een keer wat spulletjes in kwijt. Misschien een bed. Kan die nog binnen? Oké. A headrest for the weary. Sleep the night away in your bed and awaken feeling refreshed and full of energy. Another improvement of your home will be some chests where you can store items. It's good practice to always have some spare equipment if something unfortunately would happen to you while exploring. Oké, ik heb nu juist al een chest gemaakt, dus goed. Maar ik raak hier niet meer in. Ik heb mijn bed in de verkeerde richting geplaatst. Bed needs a roof. Ah, oké.
Een keer nu al binnen. Ah, ik ben brand. Oh, zo stom. Ik ga een andere ingang moeten maken. Oké, dit is veel te klein. Oké, dit gaat niet zomaar lukken. Ik heb er veel te veel weinig ruimte in. Dus vanaf als het licht wordt, gaan we hier proberen een groot gebouw te maken. Maar ondertussen ga ik heel even nog wat hout proberen te kappen. Want ik vermoed dat we voor dat gebouw heel veel hout gaan nodig hebben. Ik zit hier te klungelen met zo dat gebouwje dat ik gevonden heb. Maar, oh, is er nog zo eentje. Kom hier. Is dat hard? Oeh, berkenhout is harder. Ah, oké. Okay. Kan ik dit herstellen? Dat is de vraag. Crafting station needs a roof. Ah, dat is geen roof dit. Oké. Een cooking station. Oeh, dat lijkt me wel interessant. Wil je dat hier overzetten? Ja, goed zo. Kijk, ik ga eens heel even moeten kijken bij de settings voor iets te deleten. Deconstruct mouse tree. Ah, zo. Ideaal. Wel goed oppassen voor deze bomen dat hier nog staan om te vallen. Kijk, ik denk dat ik het nu zo wat door heb. Bed heeft ook te weinig ruimte. Dus we moeten eigenlijk een dakje bouwen. Zo, ziezo. Hahaha. Geweldig. Ziezo. Het is wel een beetje open, maar het zal wel zijn ding wel doen, vermoed ik. Moet ik anders nog wat foundations bijzetten? Een floor. Oké, kan ik nu mijn bijl herstellen? Ah, nu kan ik het wel. Ideaal. Ideaal. Dus we hebben eigenlijk een dakje nodig. Dus een vloerplaat was niet voldoende. Het moest eigenlijk letterlijk een dakje zijn. Oké. Het is wel redelijk cozy hier. Gaan zien of we hier dan nog een beetje kunnen uitbreiden. Oftewel moet ik hier letterlijk gewoon een volledig nieuw gebouw beginnen maken. En hou ik dit gewoon voor wat het is. Het zal misschien beter zijn, maar... Ik ga gewoon eens zien dat ik hier een paar standaard zaken nog kan doen. Ik ga eerst iets wat dichtmaken en dan gaan we zien dat we een groter gebouw ergens kunnen zetten. En misschien dat we dan wat wapens kunnen maken en zo. Bouwen gaat niet zo gemakkelijk hoor. Ik ga even eerlijk zijn, zie, het snapt er zo niet in. Soms doe ik het wel, soms niet, dan weer wel. Het hangt echt af van welke richting dat je kijkt. En dat vind ik wel een beetje jammer, daar ga ik heel even eerlijk zijn. Ik ga wel een nieuw bed zetten. Oké, dat is mijn hutje nu. Beter dan niks, zou ik zo zeggen. Uit mijn huis! Wat is dat? Grote krokodil of zo. Oké, zo gaat hij goed. Oeh. Carrying too much. Oeh, daar gaat het raar vooruit. Oeh, het is mistig weer geworden. Oh, I bring me tidings. You need to lighten your load. If you're carrying too much luggage, you will become encumbered, slow you down and prevent you from regaining your stamina. Ah, oké. Ik had daar juist eigenlijk iets te veel hout in mijn handen vast. Oké, misschien moeten we even iets opjagen. Wow, viel mij gewoon aan, zeg. Was te verwachten, hè? Oeh, maar we hebben wel vlees. Ideaal.
Oh, krutboil. We kunnen een boog maken. Een houten schild. Dat moesten we al eerder gedaan hebben. Gewoon even dieren jagen. Kunnen we meer van maken dan we zelf denken, ze. Kunnen er vlees aan hangen. En even slapen, ze. Cooked meat. Ik ga hier dat huisje gewoon wat verlengen, denk ik. Ik wil gewoon een huis hebben dat dicht is, want het is gaat anders een probleem worden, denk ik. Oké, dan gaan we nog weer een deurtje hierin voorzien. Oké, het uitvissen van het hoe dat we dit allemaal moeten doen, dat gaat wel lukken, hè? Maar ja, er kruipt gewoon wat tijd in. En dit weet ik niet hoe dat ik dat zo goed daar moet opzetten. Ja, ideaal. We hebben een huisje. Een chopping block. Oeh. Workbench improvement. Oké, laten we dat hier even zetten. En wat kunnen we nog maken? Oh, we kunnen fire arrows maken. Oeh. Ik kan nog een paar chesten bijzetten, denk ik. En een kampvuurtje hebben we nog nodig. Dus we gaan nu eigenlijk hier ja, proberen een huisje te maken met allemaal vol met chesten. Om wat spulletjes in kwijt te geraken. Ik denk als ik ze zo zet, dan komt dat wel goed. Oké, we hebben nu heel veel chesten hier staan. Oh, dat is wel cool. Je ziet dat dat vult met rook. Misschien moet ik eigenlijk een gat van bovenin maken. Een soort van schouwsysteem. Het is niet goed, want ik... alles komt vol met rook dan aan hier. De rook kan er niet uit, hè. Heel moeilijk eigenlijk. Ik denk dat mijn gebouw misschien een beetje moet aanpassen. Ik weet niet hoe dat de physics achter de rook zitten in dit spel, maar lijkt me toch een beetje bizar. Dus ik denk dat ik het een beetje ga moeten aanpassen. Waarom trilde de grond daar juist? Misschien zal dat zo'n grote troll zijn dat hier rondloopt ergens. Oké, zo kan de rook wel weg, hè. Ja, inderdaad, zo. Je ziet letterlijk de rook zo weggaan. Ja, de rook komt er eigenlijk uit langs deze kant. Oh, dat is wel goed voorzien. En hier? Ja, inderdaad. Oké, dus ik heb er nu twee gaten in gemaakt en dan gaat de kant er ook wel weg. Dat is wel super. Oké, laten we eens even... Oh, wacht, we kunnen nog een boog maken. Het is goed dat kunnen we een beetje op dieren jagen, want we gaan die dieren wel nodig hebben. Laten we zien wat we nodig hebben voor een boog te maken. Het huisje ziet er al redelijk goed uit. Groot moet dat niet zijn. De rook moet er gewoon uit kunnen. Oeh, we kunnen redelijk wat nieuwe zaken maken. We hebben leather scraps nodig om een crude bow te kunnen maken. Dus we moeten eigenlijk eerst dieren opjagen om makkelijker dieren te kunnen jagen. Een hoe. Oeh. Kom hier. Right. Wat geeft ons dat? Neck trophy. You have crafted a hoe. This tool is used for landscaping. You should say it's a perfect complement to the hammer. So use it to clear the ground and manipulate the terrain. It's easier to create buildings on level ground. Oké, dus we kunnen daar met die hoe dat we gecraft hebben, kunnen we het terrein gelijk zetten om daar dan gebouwen op te zetten. Oké, dat is wel goed bezig. Dat hadden we dan nog nodig, denk ik. Ja, ik heb hem. Wel een nugget gaan wegzwemmen, zich. Laten we ze een beetje verkennen. Ik moet dringend een boog hebben, want ik voel me hier letterlijk naakt om ja, ze rond te zwerven. Ik kan mij heel moeilijk verdedigen. Ja, ik heb wel een bijl en zo, maar als er een grotere enemy is, dan is het rap gedaan, ze. En ik kijk altijd zo en dan lijkt dat normaal. En als je dan zo ineens naar boven kijkt, dan zie je zo die levensbergjes wel. Ja. Heel mooi. Mooi ontwerp. Zeker en vast voor het aantal gigabyte dat ze eigenlijk het spel is voor te downloaden. Ik denk dat het maar 1 of 2 gigabyte is, dus dat valt heel, heel goed mee. Oeh, we hebben hier een
wijsheid gevonden. I was Astrid, a shield maiden of the forest. I know nothing of my life before I came here, but my arm remembers the sword and my eyes see the course of the arrow. Now the raven guides me and I fight the great beasts in Odin's name. Oké, okay, we gaan die dieren wel proberen op te jagen, want ik heb hun huid nodig. Ah! Ik dacht dat hem in de andere richting stond. Ah, verdorie. Daar zijn varkentjes. Er zijn er wel veel, dus we moeten heel goed oppassen. Ja hoor. Heel goed. Oké, okay, laten we zien of we al een boog kunnen maken. Ik ben wel benieuwd. Ik ben hier relatief veilig. En ik voel hier altijd resting als ik hier binnen ben, dus dat is heel goed. Oké, okay, ik heb nog een beetje meer leather nodig. Oké, okay, laten we even gaan slapen. Dus we moeten zien dat we wel aan leder aangeraken. En ik heb dat leder er juist gebruikt voor een tunic te maken. Ik weet zelf niet hoe ik het moet aandoen. Ik zou eigenlijk het leder moeten gaan verzamelen voor een boog te maken. Dus we gaan een beetje wat moeten jagen. Dag 4. Oké, laten we die dieren wat opjagen. Allee, waarom begin ik nu lopen? Ah, dat was omdat de stamina opgebruikt was. Oh, voor jacht gebruik je ook stamina. Huh. Ja, maar als ik een boog heb, dan gaat dat veel gemakkelijker gaan. Dan kan ik ze van op afstand beschieten en dan maakt dat sluipen allemaal niet zo nauw uit. Zo kan ik het er niet aan doen, hè. Come on. Oh, oh, oh. Nee, ik ga eraan. Oh, dat meen je niet. Ik was er bijna aan. Ik wist niet dat ik niet kon zwemmen. Wauw, dat was snipt. Dus zwemmen moeten eigenlijk ook aanleren. Ik dacht echt dat ik eraan ging gaan. Er is zoiets stom. Oké, proberen wat dieren op te jagen nog. Maar zien dat we niet meer verdrinken. Gewoon af en toe de stamina wat naar omhoog laten gaan. Want anders begin je in één keer te lopen. Heel bizar genoeg. Added leather scraps 1. Wauw. Ja, het is wel een heel mooi spel. Voor het aantal gigabyte dat je eigenlijk maar moet downloaden, valt dit eigenlijk best wel heel goed mee. Het ziet zo'n beetje wat verouderde types uit. Zoals het, ja, de personages, als ook de building. De bomen ook, zoals je wel ziet. Heel gepixeleerd. Maar dat maakt voor mij niet echt uit. De gameplay is echt wel heel solid. Oeh, een flint knife. Dat kan ik misschien wel maken. Dan gaan we mijn productie van... gaan mijn productie een beetje vooruit gaan. Dat is misschien niet slecht. Oké, okay, we zijn wat eten aan het verzamelen in deze chest. We beginnen alles systematisch op te koken, wat heel goed is. En zoals ik zie, hier onderaan hebben we nu 68 geld, heb ik gemerkt. En dat gaat redelijk goed vooruit, want dat gaan we goed kunnen gebruiken. Ja. Het is trouwens onder mij hier 68 geld. Dat is ook weer gebakken. Ideaal, kunnen we dat hierin steken. We zien dat we wat proberen dieren te doden met dat mes. Normaal gezien zouden we iets meer spulletjes ervan moeten krijgen, van die dode dieren. Wel al wat meer stamina, dat is heel goed. Ik hoop dat dat lukt. Skill improved knives. Okay, hebben we nu een extra gekregen? 2 van... Ja, ja, ja. Ik denk dat we dubbel hebben, maar ik ben niet zeker. Het gaat wel in één keer dood. Dat is wel gemakkelijk. Dus dat mes is wel een groot voordeel nu. Oké, okay, die stenen moeten we wel constant oprapen, als ook die flints, want daar hebben we best wel redelijk wat van nodig. Ik denk dat ik hier nog mushrooms zag, ja, ja, ja. Kunnen wij die ook opeten? Ja hoor. Dus we hebben hier eigenlijk onderaan 3 verschillende voedselgroepen. Ik ga heel even mij even verslepen. Je hebt hier eigenlijk onderaan 3 verschillende voedselgroepen. Je hebt hier in dit geval mushrooms, strawberries en gekookt eten. En dan kunnen we eigenlijk een hogere stamina hebben. Dan hebben we ook een grotere algemene HP.
We moeten dus gewoon altijd zien dat we die drie verschillende voedselgroepen aan het verzamelen zijn, ook bij hebben, om een hogere held te hebben, algemeen. Het is niet alleen een held, maar ook een soort van boost-held. Je regenereert ook sneller. Oeh, is het nog een grayling? Zou dat mes ook gemakkelijker gaan? Niet echt eigenlijk. Ekitir rallies the creatures of the forest. Wat? Uh-oh. Ik denk dat ik mij ga moeten verdedigen. Uh-oh. Daar. Zo is het goed. Ze komen gewoon tot bij mij. Oh. Oké, het is niet goed. Ah, creatures are calming down. Wauw. Ja, ik heb er vier van gekregen. Oké, ideaal. Hugin. You have been invaded. Monsters will lay siege to your camp from time to time. Strength of arm does not guarantee your victory in these situations. Build a strong defense to weather out the storm. Dat is een heel goed plan. Oké, hopelijk kunnen we nu wel een boog maken. Met die invasie zouden we nu genoeg moeten hebben. Want we hadden eigenlijk, noemt dit, ik weet niet meer, tekort. En de overschot steekt hierin. Dat zou inderdaad voldoende moeten zijn. Laten we eens even kijken. Crudebow. Flinthead arrow. Ik heb nog flint en feathers nodig. Flint heb ik hier. Feathers heb ik hier ook. Aha. Wooden arrows ook. Daar kan je niet genoeg van hebben. Arrows. Oké, laten we zien hoe dat we dit boog kunnen gaan gebruiken. Hopelijk zijn hier nog dieren in de buurt, want ik heb ze allemaal al opgejaagd. Oké, ik ga wel hoger moeten mikken, denk ik. Oké, we zijn wel heel blij met onze boog. Daar hebben we heel wat naartoe moeten werken. Oké, laten we de omgeving nog wel eens verder verkennen. We hebben nu toch een boog, dus ik voel me al direct een pak veiliger als we nu rondwarrelen. Ik denk dat dit zo wat de aflevering zal zijn waar ik heel wat probeer op te jagen. Pijlen vliegen in alle richtingen op. Oeh, hier zijn wel veel paddenstoelen hoor. Hallo. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Wat is dit hier? Is daar rondom een stenen gebouw? Ziet er belangrijk uit. Oké, hij ziet er heel gevaarlijk uit. Oeh. Lijkt me vergift te zijn of zoiets. Oeh, is gelukt.
Ziet er me wel belangrijk uit. Ik denk dat ik daar eens een verder kijkje ga moeten naar nemen. Wat zit hier? He needs the words of Elf, the poor settlers of a strange land. You will find there good stone and wood. And you need to build a house. You will need to craft a roof to keep out of the rain. And you will need walls to stop the roof from falling down. Finally, you must have a door and will it much harder to go in and out. These things Ulf had learned for himself. Now you write this on his stone to help for others. Pray Odin for his soul. Dus die zegt gewoon hoe dat je een huis moet bouwen. Oké. Ik weet niet of ik die allemaal tegelijkertijd ga aankunnen. Mijn boxskills zijn totaal niet zo goed. Daar is ook nog een stenen gebouw. Trekt op niks. Oh, je doet veel damage, hè. Oh. Het zijn er nog drie. Ik heb hem. Oeh. One shot. Ja, ik heb hem. Great Dwarf Eye. Oeh. Poison chest. Is dit? Amber. Oeh. Oh. Bonk. Aha. Gewoon achteruit lopen. Dat is alles, hè. Ik kan die stenen muren niet ontginnen of zo. Daar is nog een gebouw. Laat ik eens even kijken. Oké, we kunnen dus wel spulletjes vinden van achtergelaten ruïnes. Is hier nog iets? Ik denk het voorlopig niet. Nog ember en gewone pijlen ook. Black Forest. Oeh. Het zag er al zo'n donkerder bos uit. Turn back. This is a dangerous place. You have wandered into Black Forest. This place can be very dangerous for those unprepared for it. Prove your word by slaying Akit here. Oké, dus ik moet er nu nog niet ingaan. Oké, jammer. Oké. We hebben hier wel leuke spelletjes gevonden aan het rand van het Zwarte Woud. You don't feel rested anymore. Oké, dat wil tijd dat we terug naar onze basis gaan. Dan gaan we zien dat we de volgende keer een voorbereiding kunnen doen om naar daar te gaan. Hè. Dus Eketier moet ik als eerste doen. Dan mag ik in Black Forest gaan. Dit is iets raar wat ik hier gevonden heb. The Milky Eyeball of a Grey Dwarf. Huh. Ja, ik heb hem. Oké, dat gaat al een pak beter hoor. Dat jagen nu. Oh, zie. Dat we er allemaal van krijgen nu. Oké, home sweet home. Het is niet veel, maar het is iets. mag eerst onze spulletjes wat wegsteken. Oké, we gaan al onze spulletjes nog een beetje opkoken. Dat we hier nu hebben opgejaagd. Zodat we altijd een heel hoge held kunnen hebben. Want ons held is eigenlijk altijd redelijk laag hoor. Ja, we zien dat we misschien wat kledijstukjes kunnen maken ofzo. We hebben nu al redelijk wat spullen verzameld, dus dat zou wel toch moeten lukken, denk ik. Oh. Ik denk dat het aan het stormen is buiten. Ja, dat is het inderdaad. Oeh, ik hoop dat mijn huisje het uithoudt. Dat is niet relatief veilig. Dat is geen probleem.
Ziezo, dat ziet er al veel beter uit. Zie eens hier. Zie eens hoe onze held hier staat. Het is wel cool dat ik een tunic heb kunnen maken en een helm. Een boog. Een gebouw helemaal. Ik ben begonnen met de funderingen van het oude gebouw, maar ik heb uiteindelijk toch ervoor gekozen om alles zoals zelf aan te passen. En de rook kan er ook mooi uit, dus we gaan geen rookvergiftiging hebben. Ik weet niet hoe dat het systeem hier ineens steekt, maar het lijkt me toch logisch. We hebben redelijk wat chests voor onze voorraden in te steken. We hebben hier ook redelijk wat eten altijd klaar liggen, dat is heel goed. We hebben ondertussen al redelijk wat hout verzameld. We hebben hier steen, flints. We hebben al redelijk wat spullen van dieren verzameld. We hebben ook al redelijk wat gebruikt, uiteraard. En dan hebben we nog wat andere zaken: saplings, resin van bomen. En dan nog een paar tools extra en een gearsetje extra dat ik ergens gevonden heb. Dus ja, het is zeker en vast niet slecht. We hebben uiteindelijk een bed ook. We hebben een gebouw boven ons hoofd. Want kijk, dit is nu hoe dat het buiten is. Maar hier binnen merken we er eigenlijk heel weinig van. Het is lekker comfortabel, lekker warm, alles erop en eraan. Ik denk uiteindelijk dat dit een mooi starterhutje geworden is. Ik was eigenlijk van plan om ergens anders eerst te gaan bouwen, maar dit is toch meer dan voldoende hoor. Meer heb je op dit moment niet nodig in de eerste stage. We gaan wel eens zien dat we binnenkort Eketier kunnen gaan verslagen, maar dat gaan we waarschijnlijk in een volgende video doen. Ik denk dat ik uiteindelijk hier al redelijk wat heb verkend. Desondanks dat de wereld nog gigantisch groot is. Dat we er toch maar van uitgaan dat ik toch al redelijk wat verkend heb. En we gaan de volgende keer wat proberen voor te bereiden om Eketier te verslagen. Maar desalniettemin heb ik ook al een raid verslagen, niet te vergeten. Ik ben blij dat we redelijk wat spulletjes hebben kunnen maken hoor. We hebben ook een choppingblok gezet om de workbench eigenlijk te upgraden. En ja, geweldig, gewoon zien wat we allemaal kunnen maken. Oeh, een shield moet ik nog kunnen maken. Ja, dat wil ik wel nog hebben. Of een speer kan ik ook. Oeh, zoals ik al zei, we hebben heel veel blueprints kunnen verzamelen. Dan zal dat waarschijnlijk ook voor de volgende keer zijn. Als jullie graag meer willen zien van Valheim, even een goede like geven en op die grote rode abonneerknop klikken. Oké, we hebben uiteindelijk heel veel kunnen verwezenlijken tijdens deze aflevering. Ik heb er eigenlijk best wel heel hard van genoten. Zo'n type survival games, die komen niet rap meer uit. En als ze dan een keer doen en als dat dan eens uitkomen, ja, dan kan je er zo hard van genieten. Wat ik dus ook gedaan heb. Crafting systeem is een beetje anders dan andere games, maar ik krijg het wel onder de knie. Het is een beetje uitzoeken, uiteraard, welke volgorde dat je alles moet gaan doen. En eenmaal als je een paar dingen tegenkomt, dan krijg je ook bepaalde blueprints die daaraan gekoppeld zijn. We hebben ook ondertussen twee kisten kunnen raiden. Dat is ook heel goed. Die gaan we nog wat meer moeten zien te vinden. Ik denk dat we uiteindelijk het eiland eens verder gaan verkennen, maar dan niet de Black Forest voorlopig. Leuke spulletjes te gaan vergaren en dan kunnen we misschien wat upgrades maken voor onze gear. En dan kunnen we de volgende keer die grote eerste baas zien te verslagen. Desalniettemin, dankjewel voor te kijken. Ik vond het leuk om dit te doen voor jullie. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden. Wij zien elkaar in de volgende aflevering. Bye bye.